Hallo allemaal. Bij ons is de zomervakantie weer bijna begonnen. En dit jaar wou ik een leuk origineel cadeau geven aan de juffen. En aangezien mijn dochters en ik samen gek zijn op schepijs, leek het me een leuk idee om voor de juffen bij de plaatselijke ijssalon in Elburg een cadeaubon te halen. Zodat ze elke week van de vakantie een bolletje ijs kunnen kopen. Ik dacht, nou, dat ga ik even halen en dan krijg ik een soort stempelkaartje of pasje. En dan ga ik dat leuk verpakken in de pillowbox van Dutch Doberoe. Maar tot mijn grote verbazing kreeg ik een hele leuke ijskoep met de cadeaubon eraan vastgeplakt. Dus mijn oorspronkelijke idee van de pillowbox gaat helaas niet passen. Dat vond ik jammer. Dus ging ik kijken wat er nog meer mogelijk was met deze mal. En ik wil jullie vandaag even laten zien dat ik hem een reus variant heb gemaakt met de mal van Dutch Doberoe. En dat wil ik met de video even laten zien, stap voor stap, hoe ik dat precies gedaan heb. Wat ik gedaan heb is een vel kartstok gepakt van 30,5 bij 30,5. Ik heb mijn mal aan de uiterste kant links op het papier gelegd. Zorg ervoor dat je de vouwlijn aan de onderkant hebt. Waarom? Omdat als je die niet zo netjes uitknipt, komt dat niet zo nauw. Die ga je toch naar binnen vouwen. En bij deze lijn weet je altijd dat die recht is. Dus leg hem ook de lijn strak tegen je papierlijn aan. Neem de mal over met potlood. Neem hem ook aan de onderkant mee over. Dan ga je kijken hoe groot wil ik hem hebben. Nou, mijn cadeaubon is echt wel vrij breed, dus ik heb het uiterste van het papier gebruikt. Maar je kunt natuurlijk elk formaat pakken wat je wil. Dan schuif ik hem op het gewenste formaat. In mijn geval is dat helemaal aan het uiteinde. En vervolgens ga ik deze lijnen ook volgen. En dat doe ik ook weer aan de onderkant mee pakken. En wat ik dan ga doen is pak ik mijn railsetje. Ik heb zo'n setje van Joy. Eigenlijk zijn het opbolpennen waar je je blaadjes mee kunt opbollen. Maar omdat ze een heel fijn puntje hebben, zijn deze ook ideaal om dunne rillijnen mee te maken. Dus wat ik doe is, ik volg de buitenste rillijnen. Ik pak de midden rillijnen mee. En ik pak aan deze kant de uiterste rillijnen. En ik pak de vouwlijn mee. Als je dat allemaal gedaan hebt, schuif je de mal weer naar het eerste, naar het begin. Ook daar zet je hem weer netjes strak erop. Ook daar pak je de buitenste rillijnen pak je mee. De middelste. En ook weer hier de buitenste. En aan de onderkant de vouwlijn. In de video kun je dat heel slecht zien. Dus ik heb het even op de achterkant voorgedaan met zwarte pen. De dikke lijnen, dat zijn je snijlijnen. Die knip je uit. De stippellijnen die je ziet, dat zijn de rillijnen. Zorg ervoor dat je die goed rilt. Dan maakt het jezelf zo meteen makkelijker. Want als je hem vervolgens uitgeknipt hebt, dan kun je hem in elkaar gaan vouwen. Kijk, en als je die rillijnen nu goed gerild hebt, dan vouw je die zo mee naar binnen. Wat ik altijd doe, is ik zet een dubbelzijdig tape hier. Dan vervolgens doe ik daar lijm op. Plak ik deze netjes aan elkaar. En zet ik deze even vast met wasknijpers. En leg ik die even naast me neer. Ik wil ook nog even laten zien dat je ook kunt kiezen om er natuurlijk nog een venster in te maken. Hè. Daar heeft Dutch Doberoe ook rekening mee gehouden. Je zou dit over kunnen trekken en dan kijk je een soort kijkvenster in. Dat je kunt zien wat erin zit. Maar in mijn geval zou je dan een stukje horentje zien. Dat voegt er niet echt iets toe. Dus ik heb daar niet voor gekozen. Maar het kan wel een heel leuk effect geven. Ik heb dat hier gedaan met het kleine formaat. Je kunt dan in dit geval deze overtrekken. Je kunt hem ook met een snijmal uitsnijden. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden in. En dat kun je er een stukje mica of sheet achter plakken. En dan kun je er in dit geval, heb ik er spekjes in geplaatst. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn. Ik heb dat in mijn voorbeeld niet gedaan. En zo wil ik jullie even laten zien hoe het origineel is, hè. Wat ontzettend leuk is, wat ik ontzettend veel gebruik voor allerlei gelegenheden. Maar dat je hem dus ook breder kunt maken. En heb je nog breder papier, dan kun je hem natuurlijk uitbreiden zo breed als jij hem wil hebben. Maar zo zie je ook een beetje het verschil van de mal.
En omdat ik gewerkt heb, het poppetje van de Paperness Dolls, die heeft ook ijsjes in haar hand. Ik vond het wel erg toepasselijk om hem mee te gebruiken. En zo ook heb ik de Bandit, normaal gesproken zijn het om die bandjes, elastieke bandjes te maken. Maar ik heb ze gewoon losgeknipt en als decoratie op mijn pillowbox geplakt. Dus ik hoop dat jullie weer een leuke video vinden. Mochten jullie nou ook een uitwerking hebben gemaakt met de pillowbox, zou ik het leuk vinden dat jullie even een link of een reactie achterlaten onder mijn video. Dan kom ik even bij je kijken. Ik hoop tot snel weer en tot de volgende video. Doei doei!